Hallo en welkom bij Jaar van de Tuin. Een nieuwe aflevering deze keer. Helemaal vers en groen, vol met allemaal leuke kruiden. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Vorige keer hadden we het over schaduwrijke tuinen. Daar komen we straks nog even op terug. Maar we gaan nu eerst eventjes in gesprek met onze studiogast. En dat is Simon. Simon, kun je jezelf even voorstellen? Ik ben Simon. Ik ben kok in de Hortus Botanicus. En we gaan vandaag inderdaad over kruiden hebben. Die we voornamelijk gebruiken in de keuken. Oké, nou superleuk. Om te beginnen denk ik dat het misschien wel leuk is even om wat over jou zeg maar te weten. Heb jij nou zelf ook iets met planten, groen, tuinieren? Ja, in het begin niet. Toen ik bij de Hortus kwam werken had ik niet zo heel veel met planten. Nu ik al 3 jaar werk bij de Hortus, krijg ik steeds meer gevoel met planten. En kweek ik thuis ook mijn eigen plantjes en hebben we heel veel kamerplanten. En nu sinds kort ook wat buitenplanten. Oké. Ja. En wat voor planten heb je zo al? We hebben... Knip. ja, wat hebben we? Ik heb een clematis hebben we. We hebben de framboos. We hebben de druifstruik. En verschillende andere planten, kamerplanten, waar ik de naam eigenlijk niet van weet. Nee. Dat is verder ook prima. Maar richt je dan ook specifiek op dingen waarvan je denkt, dit vind ik nou leuk of lekker om mee te koken? Of heb je gewoon ook een paar dingen van... Nou, voornamelijk bij mij thuis is het eigenlijk alleen maar voor de gezelligheid. Voor de sier. Ja. Oké. En heb jij nou een tuin of heb je een balkon? Ik heb een balkon. Je hebt een helaas, balkon? Ja. Oké. Helaas. Je zou liever een tuin willen. Ik zou liever een tuin willen hebben. Oké. Dit is mijn tuin. Oh, daar heb je het. Ja. Oh, maar het ziet er wel lekker groen uit nog. En je hebt balkonbakken zo te zien? Ja, balkonbakken. De voorste bakken zijn er van vorig jaar. Die hebben het helaas niet zo goed gedaan. Oh, ja. Die andere, dat is lavendel. Die doet het wel goed. Ja. Die staat dan mooi in bloei. Daarachter heb ik de kruiden. Of de framboos. Oh ja. En de aalbest staat er. Oh, dat zijn die twee daar zo? Ja. Ja. Oh, leuk. En het liefste wil ik het helemaal zo over de hele muur laten groeien. Om het nog meer groen te krijgen. Ja, dat ziet er wel heel leuk uit. Je hebt wel een mooi uitzicht. Ja, heerlijk uitzicht. En die plantjes die zijn vrij nieuw, denk ik, toch? De plantjes zijn wel vrij nieuw. Ja, dat is een nieuwe aankoop geweest. Oh ja, kijk, daar hebben we de framboos. Dat is de framboos. Ja, hij is nog klein. Ik hoop dat hij goed gaat groeien. Ja, spannend. En lavendel dus. Lavendel. Kun je eigenlijk met lavendel iets doen qua koken? Lavendel, ik heb er wel siroop van gemaakt voor desserts. Oh, ja. Met limoensap. En dan laat je de lavendel een klein beetje trekken. Je moet het ook niet te veel doen, anders krijg je echt te veel lavendelgeur. En dan lijkt het een beetje op wc-verfrisser. Dat klinkt niet zo. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Dat klinkt wat minder appetijtelijk. Oh ja, en dit is de andere kant. Ja, de clematis. Die wil ik straks ook tegen die muur aan laten groeien. En dan de druivenstruik. Ik dacht eigenlijk dat hij de winter niet had overleefd. Maar hij heeft nu weer allemaal kleine scheutjes gekregen. Dus ik hoop dat hij weer goed terugkomt. Heb je al een keertje druiven kunnen oogsten? Nee, helaas dat nog niet. Dat nog niet. Nee. Hier het kweekkastje. Ah. Vooral mijn vriendin is er druk mee bezig. We proberen weer nieuwe plantjes op te kweken. Echt wel heel leuk. Ja, echt leuk. Er komt nog heel veel meer groen bij zo in je huis. Ja, en dan straks weer verder in de tuin zetten of in die bakken. In de balkonbakken. Ja, in de balkonbakken. Nou, daar komen we straks natuurlijk nog even op terug, hoe je dat nou zo al zou kunnen doen met allemaal eetbaar groen. Ja. Wat vind jij nou lekkere kruiden om mee te werken? Waarvan je zegt, dit moeten mensen echt weten, het is zo makkelijk en zo'n lekkere toevoeging. Ja, voornamelijk gebruiken we eigenlijk de bieslook, inderdaad de basilicum gebruiken we veel, krulpeterselie en de dille. Voornamelijk de dille om te marineren. Ik heb nu gemarineerde zalm. Dus daar doen we dan de dille voor gebruiken. Ja. En dat zijn eigenlijk een beetje de standaard kruiden die veel worden gebruikt in de keuken. Maar op tafel staat ook de lavas. Deze? Ja, de lavas. Dat is heerlijk te gebruiken in soepen en in sauzen. Als je daar een paar blaadjes van toevoegt, dan krijgt hij echt dan heel veel aroma in je soep of saus. Even een beetje ruiken. Oh ja. Ja, je ruikt hem wel echt. Hij heeft best wel een soort van een beetje magieachtig. Ja, het is ook een magieplant. Ja. Oh, dat is wel echt een hele leuke. En maakt het nou nog uit? Want je hebt natuurlijk gedroogde kruiden en verse kruiden. Ja. Als ik nou gedroogde peterselie pak versus verse? Ja, ik gebruik eigenlijk niet zo heel veel gedroogde kruiden. Want die geven toch veel minder smaak af dan echt verse kruiden. Dus we proberen wel echt veel verse kruiden te gebruiken. Oké. Dus dat is ook wel zeg maar een extra winst als je dat dan in je tuin zou zetten. Dat zeker, ja. Ja. Oké, dat is wel zeg maar. Ik weet ook niet of ze heel. Ik vind het zelf heel gemakkelijk, maar of het voor mensen dan een drempel zou zijn. Maar als jij zegt van nou, dat is het zoveel waard boven gekocht en gedroogd. Ja, je kan het super makkelijk zelf kweken, de kruiden en de plantjes die je in de keuken gebruikt. Zeker zo'n
de kervel of de peterselie, dat is echt, ja, dat schiet uit de grond. Oh ja. Dat kan je heerlijk voor in de keuken gebruiken. Oh, kervel vind ik ook wel grappig, want die hoor je niet zo heel veel meer. Ja, kervel. Vaak gebruik ik dat om salades mee af te garneren, dus dan geef ik het hele blaadje, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dan hebben we meteen een goed bruggetje naar de gemakkelijke plant. Want kruiden zijn best wel gemakkelijke planten. Nou, hadden we het net al eventjes kort daarover dat de basilicum bijvoorbeeld heel veel wordt gebruikt. Dat is deze. Hij staat natuurlijk ook veel in de supermarkt, daar herken je hem van. Maar die plantjes gaan best wel vaak dood. Nou ja, goed. Het is niet alsof omdat dat aan het plantje zelf ligt. Een basilicum kun je best wel gemakkelijk ook redden. Dus wat je kan doen, en dus dat gaan we straks nog even laten zien, is dat je hem stekt. Dat is door hem af te knippen en in een beetje water te zetten. En dan gaat hij zelf worteltjes maken. Dus dat is makkelijke plant 1. Nou, je kent de basilicum, hij zit natuurlijk veel, dat zul je ook kunnen vertellen, in pesto en door pasta's, et cetera. En je kan hem ook door salades doen. Heb je nog een andere onverwachte toepassing? Ja, nou, inderdaad, wat je zei, voornamelijk vooral pesto van maken. Je kan hem natuurlijk ook in je soep verwerken. Oh ja. We hebben nu af en toe maak ik courgette soep. Daar gooi ik dan ook wat basilicum doorheen. Dan krijgt die soep net wat extra smaak. Ja, heerlijke toevoeging. Ja, je ruikt zeg maar nu, ik heb dat plantje hier staan. Ik ruik de hele tijd basilicum. Dus dat is op zich wel aangenaam. En dan hebben we ook nog een hele makkelijke die je heel veel in de gevels ziet staan. In de geveltuintjes in Leiden. Door heel Leiden heen kom je eigenlijk best wel vaak deze plant tegen. Dat is de rozemarijn. Daar heb ik hier ook een takje van staan. Dat is dit. Dat zijn van die naaltjes. Ook rozemarijn is heel makkelijk. Als je hem al hebt, zeg maar, nou ja goed, het is niet voor niks dat hij door heel Leiden lekker staat te bloeien en te groeien. Is ook een heel erg lekker kruid. Ik gebruik het zelf heel veel op mijn aardappels, als ik aardappeltjes rooster. Heb jij nog een andere toepassing voor rozemarijn? Voornamelijk voor het marineren van vlees kan je het goed gebruiken. Als je ze een beetje goed fijn snijdt, goed fijn stampt, dan kan je het over het vlees heen smeren. En dat geeft extra smaak aan je vlees. Ja, het is een beetje... Ja. Ik kan niet zo goed heel goed uitleggen, maar het is een beetje denachtig of zo. Ja, het is een beetje zo'n soort... ik kan me voorstellen wat wild of zo, dat heel goed werkt. Of, ja, het is heerlijk. Ik heb zelf heel weinig vlees, dus ik weet het niet zo goed. Ja, je kan het ook heerlijk mee roerbakken met je groenten. Dat is natuurlijk ook gewoon een goede toevoeging. En zeker te combineren met de tijm die je hebt staan. Oh ja, dat ik combineer het eigenlijk altijd, de rozemarijn en tijm. Dat is heerlijk om groentes, eigenlijk van alles kan je ermee. Dan hebben we nog een laatste, die ook erg gemakkelijk is en ook in Leiden groeit. Moet je wat meer naar de poldergebieden, want hij houdt erg van water. De laatste gemakkelijke plant is de munt. Ook de munt laat zich erg makkelijk stekken. Dit is mijn eigen stekje dat ik net in een potje heb gezet. De munt is natuurlijk heel bekend van de muntthee die je tegenwoordig bij de meeste restaurants wel kunt krijgen. Maar ook de munt kun je lekker mee koken. Dus nou ja, weet niet, heb je een goed voorbeeld? Af en toe gebruik ik het als dessert, dan snij je het heel erg fijn en dan garneren we het daarmee eraf. Dus bij zoete dingen? Bij zoete dingen, ja. Voornamelijk bij zoete dingen gebruik ik af en toe de munt. Er zit natuurlijk ook altijd honing door de munthee, dus dat op zich is het niet zo verrassend. Ja, het is een hele hype geworden munthee. Sinds de laatste jaren kan je het overal munthee krijgen eigenlijk. Ja, en hij is dus gemakkelijk om ook zeg maar uit te delen. Als je wel munt hebt, dan kun je hem ook vrij gemakkelijk weer een stukje eraf halen, een stukje knippen, een stukje uitgraven en weer doorgeven aan de volgende persoon. Dus stel je nou voor dat je een tegel hebt gewipt en denkt, goh, nou heb ik zo'n stukje over. Plant er een muntplantje, daar heb je heel veel plezier van. Of een rozemarijn of een basilicumplantje. Daar gaan we nu eens even naar kijken wat je er zo al mee kan doen met planten. Maar ook met planten die je al hebt staan, vermoedelijk tenminste. Ik kan me zo voorstellen dat sommige soorten onkruid die je nu in de weg zitten een verrassend culinaire aanwinst blijken te zijn. Nou, jij hebt afgelopen week ons alvast een staaltje laten zien. Ja. Met koken met brandnetels en daslook. Daar gaan we nu even naar kijken. Goedendag, welkom in de Hortus Botanicus in Leiden. Ik ben Simon, de chef-kok van deze keuken. Hier maak ik al het lekkers voor alle mensen die lekker bij me komen lunchen. Ik heb vandaag de brandnetel geplukt. Daar ga ik een soepje van maken. En ik heb daslook geplukt, een bijzondere plant uit de tuin. Daar ga ik pesto van maken. Ik ga beginnen met de brandnetelsoep. Daar gebruik ik prei voor. Ik doe er wat spinazie in, wat aardappel. En ik heb hier de gewassen brandnetel. Ui.
mag best wel grof, want alles wordt later toch een puree. De aardappels doe ik in de soep voor de binding. Die zorgt ervoor dat je een beetje een dikke soep krijgt. Ik heb hier de gewassen brandnetel. Ik heb het gelost met wat warm water. Dat zorgt ervoor dat die daarna niet meer prikt. En dan gaan we de soep opzetten. Doen we de olie in de pan. Dan voegen we knoflook toe. Die bakken we een beetje aan. We gaan de ui erbij met de brei, die fruiten we ook even aan. Dat lijkt lekker bakken. En de knoflook. Dat zorgt ervoor dat de soep extra smaak krijgt. Voegen we de brandnetels toe. Alles goed aangebakken is, voegen we de brandnetels toe. Ook die fruiten we even mee aan. De brandnetel is aardig geschonken in de pan. Het is allemaal goed aangebakken. We voegen nog wat extra spinazie toe. Dat zorgt ervoor dat je een mooie groene kleur krijgt van je soep. De bladspinazie is veel groen. Dan wat water erbij. Dan zorg ik dat alle groenten net aan onder staan. Dit laten we even bij elkaar pruttelen. Voegen de aardappels toe voor de binding. Dan kunnen we het zo dadelijk allemaal fijn draaien. In de keuken gebruik ik heel veel verschillende kruiden. De voornamelijkste kruiden die ik gebruik is eigenlijk de krulpeterselie, de bieslook en op dit moment de dille. Heerlijke kruiden. En ik ben zelf op dit moment ook mijn eigen kiemgroente aan het kweken. We hebben dit jaar het thema groen vakmanschap. En dat is bedoeld dat mensen zelf dingen kweken en groene vingers krijgen. En dit is heel makkelijk om zelf te kweken. Dan gaan we nu door naar de pesto. De pesto gaan we maken van de daslook. Dit is de daslook. Je hebt verschillende soorten. Je moet altijd goed ruiken of het wel echt daslook is. Er zijn andere die er precies op lijken en die zijn giftig. Het was echt heel erg leuk om te zien hoe jij zo bezig was met al het koken. Heb je het nou zelf ook nog geproefd, je pesto en je soep? Ja, zeker. Ja. De camera jongens ook. Lekker de brandnetelsoep. Okay. Heerlijk geplukt. Ik ga het van de week ga ik het nog een keer proberen te maken. Dus dan
kunt u het ook proeven in het café. Oh, dat is echt heel leuk. Ja, ja, dan kunnen jullie dus allemaal langskomen voor een kopje brandnetelsoep. Dat klinkt sowieso al als een aanwinst. Hey, en die daslook, want die zie je nu heel veel staan. Ja. Heb je dat nou zelf ook wel dat je dan thuis zegt, ik ga dat plukken of kan dat? Of? Nou, thuis op mijn balkon heb ik het niet staan natuurlijk. Nee, in het park of zo? In het park. Oorspronkelijk was het wel een beschermde plantsoort. Okay. En sinds 2017 mag het weer geplukt worden. Oké, okay. Ja. Oh, dus dat mag wel. Dus het mag weer geplukt worden, alleen wel kleine hoeveelheden. Ja, dus niet zeg maar voorraden pesto maken, maar gewoon misschien een keer een beetje door je avondeten proberen. Ja, een heel klein beetje. Mag voor het avontuur. Dat mag dan wel. Ja. Nee, ik vond het er heel erg leuk uitzien. Nou, we hebben nog iemand gesproken die heel enthousiast is over met name brandnetel en zevenblad. Dat is natuurlijk voor de meeste mensen echt vervelend onkruid. Maar ja, wat als je toch die strijd aangaat met zo'n plant, maar dan door hem op te eten? Nou, daar valt een hele hoop te winnen. En daar gaan we nu even wat uitleg over zien. We staan hier in een tuin bij Marijke. En Marijke die kan ons van alles vertellen over eetbaar groen in je tuin. En we staan hier bij een heel erg wilderig bos met allemaal groene verschillende soorten planten. Kun je vertellen, wat zie ik hier, Marijke? Je ziet hier zevenblad en framboos. Ik zal het even laten zien. Zevenblad en framboos. Dit is een wilg. We hebben wat brandnetels. Je raakte die brandnetel gewoon aan net? Ja. Je wordt nu niet geprikt? Nee. Okay. Nee, dit zijn... op zich, het blad valt wel mee. En als je zolang je van beneden naar boven aanraakt, dan gebeurt er niks. Goeie als tip. Je van boven naar beneden gaat, dan prikt hij. Oké. Een beetje hondsdraf zie ik. Een schijnaardbeitje. En een braam. Oké. Okay. Zijn dat allemaal, want ik zie heel veel blaadjes. Kun je dit allemaal eten? Je noemt een hele hoop. Bijna alles. De zevenblad. Voor veel mensen een vervelend onkruid. Maar dit is echt super lekker om pesto van te maken, om te drogen. Het smaakt een beetje als peterselie. Ja. En je kan het dus ook drogen en dan als peterselie bij bijvoorbeeld aardappelpuree of zo doen. Of je doet het als salade of je kookt het mee in de soep. Hartstikke lekker. Okay. Ik vind vooral als je zeg maar vers hebt, dan kun je het beste die hele jonge steeltjes nemen. Dan zijn ze nog lekker mals. Mm-hmm. Voor als je ze droogt, kan het ook de grotere. Ja. En dit zijn nog drie gewone groene blaadjes. Hoe herken ik dit nou? Ja, ze zeggen altijd zevenblad, maar dat valt een beetje tegen. Okay. Ze hebben niet altijd zeven blaadjes. Hey, jammer. Kijk, dit is een heel duidelijk voorbeeld. 1, 2, 3. Oh nee, dit zijn ook 5. Ja. Maar, wacht wel eventjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zou je zeggen. Precies. Ze zijn wel een soort van ingesplitst al. Ja. Oké. Okay. Ja, en wat heel erg goed helpt inderdaad om te kneuzen, even een beetje wrijven en dan ruiken. Ja, je kan het echt proeven, hè? Ja, het ruikt wel fris ook. Oké, je gaat gewoon zo. Oh ja, het smaakt heel erg peterselie-achtig. Nou. Leuk. Ja. Oké, en je had nog een hele hoop andere planten. Ja. de framboos. Mm-hmm. Die jonge toppen die worden gebruikt ook gedroogd en daar kun je thee van maken. En dat is vooral voor als je bijvoorbeeld menstruatieklachten hebt, is dat fijn om te gebruiken. En hetzelfde eigenlijk voor, dit is een doornloze braam. Hetzelfde eigenlijk voor braam, die heeft het ook. Kun je ook thee van zetten? Ja. Okay. Ja. En dan hebben we de brandnetel. Mm-hmm. Dit is een fantastische plant. Heel belangrijke plant voor allerlei vlinders. En ook een plant die je gewoon hartstikke goed kan eten. En dan vooral die jonge toppen. Het oudere blad, daar zit veel nitraat in. En dat wil je eigenlijk een beetje mijden. Maar dat jonge blad kun je wel eten. En krijg je dan niet minder bloemetjes weer als je die eraf plukt? Dat kan, maar ja goed, ik heb genoeg brandnetel. Ja, ik hoef niet per se weer bloemetjes. Nee, oké. Okay. Ja, en het is dus eigenlijk niet de bloemen waar de vlinders op komen. Maar het is het blad, want ze leggen hun eitjes erop. Dus het is een waardplant en niet een bloesemplant, zeg maar. Oké. Okay. Dus als vlinders hebben daarnaast ook nog bloemen nodig. Maar voor zeg maar, de rupsen en de eitjes zijn de brandnetels heel belangrijk. Dagpauwoog, Atalanta,
Gehakkelde aurelia, kleine vos, landkaartjes en allemaal vlinders die afhankelijk zijn van die brandnetel. Wauw, dat zijn er echt heel veel. Dat zijn er echt heel veel, ja. En jij gaat mooie. Die brandnetels, die eet je dan op? En dan, we hebben net al gezien, je kan er soep van maken. Je kan er soep van maken, je kan het ook een beetje oprollen zo. En dan doe je zo. Dan maak je eigenlijk die brandharen, doe je stuk. En dan kun je het gewoon zo eten. Ja. En dan zou ik de bovenkant van het blad gebruiken, want daar zitten die brandharen niet. Dus dan hoor je zo op. Dus als je de bovenkant aanraakt... Zit aan? Ja, ik ga het wel proberen. Ik bedoel, dan moet ik eerst rollen. Goed rollen, goed wrijven. Survival tips. Als ik een verdwaal en geen eten heb, dan kan ik in ieder geval brandnetels wrijven. Er zit echt superveel goede vitamine in. Is wel lekker. Het is heel mals inderdaad. Ja. Grappig, hè? Ja. Oh, cool. Dat is echt een goede tip. Ja, en de hondstraf. Mocht je nou eens prikken aan de brandnetel, dan is er ook hondstraf. Oh, daar heb je het volgens mij in de vorige Daar hebben vorige we het inderdaad eerder over gehad. Die hebben we eerder gezien. Maar deze is dus ook wel eetbaar. Hij is wel ook heel kruidig. Mm-hmm. Dit is ook een plant, op het moment dat je prikt, kun je ook een beetje blad fijn wrijven. Doe je het op die plek waar je hebt geprikt. En dat dan helpt dat, ja. Oh. Maar je kunt hem ook, ruik maar eens even. Ik vind hem heel, het heeft echt een hele krachtige geur. Oh ja. Echt een soort, ik vind het altijd een beetje bodemgeur hebben of zo. Maar ja, het is een beetje aards. Een beetje aards, ja. En dat kun je dus ook gebruiken, kun je eens eten. Dat is wel een hele lekkere smaak eigenlijk. Nou, ik zit er aan mijn vitamine voor vandaag. Ja, ik vind dit, omdat deze zo kruidig is, vooral als kruid lekker. Maar niet, je moet er geen hele bak salade van maken. Nee, ja. Hij is wel, ik kan niet zo goed uitleggen waar het naar smaakt. Maar het is wel inderdaad heel kruidig. Ja. Beetje theeachtig of zo. Wat leuk. Dan heb je toch wel een hele goede bak inderdaad met een goede salade hier. Of een soep, ja. Dat staat hier gewoon. En dat echt is goed. Heel erg leuk. Nou ja, dat is voor het onkruid. Maar wat nou als je zelf denkt... Ik heb een tegeltuin, dus daar heb ik geen last van. Jammer, dan heb ik ook geen brandnetelsoep, denk je dan nu. Maar je kan er een tegel uithalen en zelf meteen ook al die lekkere kruiden waar we het eerder over hadden, meteen erin gaan stoppen. Nou, dat is natuurlijk best nog wel eventjes een zoektocht. Van hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat aan? Nou ja, ik heb niet voor niks, zeg maar, kruiden, dat zijn heel gemakkelijke planten. Wat ik al zei eerder, je kan ze heel gemakkelijk stekken. Nou, dat gaan we nu eens even in de praktijk brengen. Ik heb een aantal groenten en kruiden en smaakmakers meegenomen. En wat ik ga doen is wil je dus laten zien hoe je op zo'n soort van stoeptegelformaat, ik heb dan het formaat van het kistje, zoiets zou kunnen maken. Nou, om te beginnen had ik bosui, want dat is zo'n ding, lenteui, bosui, hangt er net vanaf wat je leuker vindt klinken. Dat heel gemakkelijk is om ook weer door te laten groeien. Nou, je gebruikt heel vaak natuurlijk zo dat groene gedeelte, bijvoorbeeld door je salade voor je soep of zo. Maar als je eenmaal laten we zeggen, hier bent, dan heb je zo'n dit stukje over. Nou, sowieso kun je dat opeten. Maar je kan ook denken, ik ga hem vermenigvuldigen. Je kan hem bijvoorbeeld in een glaasje water zetten of meteen in de aarde. Ik heb hier een potje staan. Je zet zo dat uiteinde zo in de aarde. Zo. Tjoep. En dan gaat hij vanzelf, het klinkt heel gek, maar dan gaat hij vanzelf gewoon weer denken, hallo, ik wil doorleven. Dus dan gaat hij weer groene sprietjes maken en dan kun je hem gewoon nog een keer gebruiken. Dus dat is de gemakkelijkste plant die ik ken, denk ik wel. En hij past precies ook ruim binnen stoeptegelformaat. Het is maar een heel klein plantje. Heb jij dat wel eens geprobeerd, zoiets? Met het bosui zelf nog niet, eigenlijk. Ik deed vroeger wel aardappels in de grond. Oh, ja. Aardappels die dan sprietjes gaven, van die dingetjes eraan. Die stopte ik dan in de grond en dan kwam er weer een nieuw plantje uit. Nou, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor de meeste planten wel. Ja. Maar heb je die dan ook geoogst? Ja, zeker. Ja, die oogsten en dan maakte mijn moeder daar wat van. En dan kon je weer verder aardappels eten. Dat is heel leuk. Ja, ik heb nu dan de bosui. Hetzelfde geldt ook in de categorie etensrestjes. Bleekselderij. Ook dat is zo'n ding waarvan je altijd maar zo'n klomp overhoudt. Die je in theorie ook kunt opeten. Maar op een gegeven moment snijd je een stuk af. Nou ja, ook dat... Ik heb dit zelf een keer gedaan, dat is eerder in een aflevering ook voorbij gekomen. Je krijgt een hele grote selderijplant als je dit opkweekt. Nou, hoe doe je dat nou? Je hebt een schaaltje nodig. Dit is een tuinschaaltje, er zit wat aarde in. Het is niet helemaal schoon. Gooi je een beetje water in, gewoon een heel klein laagje. Zodat hij wel wat te drinken heeft. En dan zet je hem zo erin.
En op een gegeven moment, na een aantal dagen, gaan hier kleine groene sprietjes uitkomen. En dan weet je dat het een levende plant is en dat hij het doet. En dan kun je hem nog een paar dagen later kun je hem dan gewoon in een pot met aarde zetten of in de grond. En dan krijg je dus, ik heb dit zelf ook gedaan, dan krijg je een soort van sprieterige plant. Het wordt niet van die lange stengels, maar wel een soort van sprieterige, met heel veel blad. En dat blad smaakt als selderij. Of als peterselie, een beetje zo selderijachtig. Dus dat kun je ook weer eten. En het ziet er ook gewoon leuk uit. Dus dat is plantje 2. Nou, dan hebben we nog de kruiden die net al voorbij gekomen zijn. Dat zijn de basilicum, de tijm, de munt, de peterselie. Je kan ze eigenlijk allemaal stekken. Hoe doe je dat nou, dat stekken? Nou, het is een plantje, zoals deze. Dus een stengeltje heb ik net afgeknipt. Je moet er wel eventjes wat van de onderste blaadjes van afhalen. Maar goed, die kun je toch dan eten. Dus als je een keer zo'n plantje koopt, dan kun je daar meerdere stekjes van proberen te maken. Dit is een klein bolglaasje wat ik heb gepakt. Of een klein vaasje. Zet je hem zo in het water. Tot hij worteltjes krijgt. En dan kun je hem planten. Hetzelfde kun je ook doen met de rozemarijn. Met de peterselie. En ook nog met de munt. Dus tot zover. Dat zijn eigenlijk de makkelijkste planten en perfect voor een tegeltuintje. Dat brengt ons dan bij het volgende onderwerp. Het NK tegelwippen, de tussenstand. Hoe staat het inmiddels in Leiden met het NK? Hoe doen we dit op de nationale teller? Nou, de tussenstand staat op het scherm. We zijn nu op dit moment op de 8e plaats. Dat klinkt niet zo hoog. Ik moet zeggen, ik was wel blij toen ik het zag. Want we hebben eerst eventjes gedreigd wat verder af te zakken. Maar het is wel de perfecte aanleiding om nu ook te denken, ik wil zo'n kruidentuintje, dus ik ga zo'n tegel uit mijn tuin halen. En meld hem dan ook vooral aan met een foto voor en na op de website van het NK Tegelwippen. Gemakkelijk te vinden via Google. En dan hebben we ook nog natuurlijk de bolletjesactie van Jaar van de Tuin. Je kan bij ons, zeg maar bij de Hortus, kun je via Jaar van de Tuin kun je biologische krokusjes bestellen. Nou, dat hebben echt al heel veel mensen gedaan. We zitten inmiddels bijna op de 7000 bestellingen, dus het gaat heel erg goed. En we gaan voor de 10.000. Dus denk je nou, krokusjes, supergezellig, die wil ik wel. Je kan ze in september afhalen en je kan nu nog je bestelling plaatsen tot eind mei. Dus wees er snel bij, want het is met een riante korting. Tot zover de tussenstanden. Dan hebben we wel nog deze week een kijkersvraag. En die komt van onze Robert. Die heeft als presentator zelf een vraag over zijn eigen beldtuintje. Hallo lieve luisteraar, welkom terug in mijn achtertuintje. Ik heb flink opgeruimd. Al mijn snoeiafval, dat wordt binnenkort opgehaald. Dat zit in deze zak hier. En langzaam maar zeker begint zich dus een tuintje af te tekenen. En nou ben ik van plan om tegen deze schutting hier achter mij een kruidentuintje aan te leggen. En ik ben omringd door muren en door schuttingen in dit piepkleine tuintje zoals u ziet. Dus, er zijn heel veel verschillende soorten kruiden, dus er zijn heel veel verschillende keuzes. Dus, mijn vraag aan Jaar van de Tuin is, wat voor kruiden kan ik nou het best kwijt in zo'n schaduwrijk tuintje? Schaduwrijke planten, daar hebben we natuurlijk in Leiden voldoende schaduwrijke tuinen. Nou, daar kunnen we wel wat op verzinnen. Heel veel kruiden die natuurlijk uit het zuiden komen, zoals de basilicum, hebben heel veel zon nodig. Maar gelukkig zijn er ook voldoende, zeg maar, inheemse kruiden en die kunnen best wel wat tegen schaduw. Nou is mijn ervaring zelf dat de peterselie en de munt best wel goed gaan. Maar er zijn er meer. Heb jij wel eens dat je in de hortus wel wat bent tegengekomen wat in schaduw? Ja, deze staat er goed in de schaduw. Dit is de tijm, hè? De tijm en de rozemarijn, die doen het ook goed in de schaduw. Oké. Ze kunnen ook een beetje zon gebruiken, maar in de schaduw zullen ze ook best goed groeien. Het zijn gewoon sterke plantjes. Ja, het zijn sterke planten. Oké. Nou, dan zijn we denk ik rond en dan kan Robert aan de slag met de rozemarijn en de tijm en de peterselie in zijn eigen tuintje. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat u allemaal met veel enthousiasme gekeken heeft. En tot een volgende keer bij Jaar van de Tuin.